Just look me over, say I'm plenty known. I take what I want or refuse. I've got the face of a saint. On the level it ain't paid. So beware of these eyes. I'm a devil in disguise. And they call me Sister Honky Tonk. I sing a passionate strain. When I'm low down again, it's fire and it's flame. So be careful of this chain. Mooi ritme, wat een mooi ritme. Ja, Piet Mondra had een goede smaak. Wat een bijzondere platen. Hele bijzondere platen. Nou. God, wat een mooie muziek. Ook al weet je precies welke werken er komen, maar toch als ze dan binnenkomen, helemaal als ze ook verpakt zijn, dan voelt het toch een beetje als zo'n cadeautje dat je binnenkrijgt. Maar waarom we eigenlijk zijn begonnen met deze tentoonstelling, dan uiteindelijk de werken die we laten zien. Echt, vandaar dat we ook die titel hebben gegeven, Klaas Gubbels, Calvinist, vraagteken, is dat nou een Calvinist of niet? Is dat je die lijnvoering ook in zijn werk ziet, wat je ook terugziet al heel vroeg bij Mondriaan. En dat vind ik dat ze beide echt gemeen hebben, is dat een onderwerp is eigenlijk een excuus om een werk te maken. En Klaas heeft dat helemaal in het extreme doorgevoerd. Door echt een paar onderwerpen uit te kiezen en daar heel erg op te focussen. Soms zelfs werken echt gewoon in herhaling bijna te maken. Om echt te focussen van hoe lopen die lijnen nou precies? Hoe zit die compositie in elkaar? Ik vind zelf ook een beetje mijn Mondriaans werk. Als je alleen maar kijkt naar die grote beroemde werken. Het is alsof je alleen maar het antwoord van de rekensom ziet. Terwijl juist die hele formule die daaraan vooraf gaat, die ontwikkeling die hij doormaakt, juist dat proces om al die onderdelen bij elkaar te krijgen en daar uiteindelijk tot die werkelijkheid achter de werkelijkheid waar het bij Mondriaan om ging te komen, dat is juist een mooi proces. En dat begint al heel klein dat hij hier, als hij als jochie nog maar, hier in de serre zit en steeds maar weer die appelboom tekent. Met die kerk op de achtergrond. Maar juist dat hij heel erg focust op hoe lopen nou die lijnen. En takken, als je die voor een kerk zet, hoe verdeelt dat eigenlijk een vlak weer? En dat is juist het mooie, dat juist dat bijna obsessieve inzoomen hebben zij beide. Ik heb hetzelfde gezeik als Piet Mondriaan had. Ik doe soms een centimeter, doe ik maanden over 1 centimeter. Zal ik dat doen? Zal ik dat niet doen? Zal ik dat doen? Zal ik dat niet doen? Maar ik heb ook wel eens een schilderij gemaakt in 1 keer. 1 keer. Ik pak even een schilderij. Blijf maar filmen. Dit schilderij heb ik in 1 keer gemaakt. Ik had wel de achtergrond, moet ik zeggen. Die had ik. En ik heb die tekening gemaakt. En die vond ik zo goed. Ik vind, daar mag je dan niet meer aankomen. Als het wezen, als dus de tekening is er. En ja, ik vind dat zo fantastisch. Dus ik mag niks doen, niks meer. Hij is klaar. Ik vind dat de weg van de minste weerstand als ik hier aan zou werken. Dat vergelijk ik gek genoeg met Piet Mondriaan. Ik ben ook een oogklepperige schilder. Je moet straks maar even omdraaien,
dan hangt daar een van mijn laatste objecten. Dat hangt er nou al 2 maanden. En dan zit ik al 2 maanden te ouwe zeiken in mijn kop. Moet dat zadel nou transparant blauw, dat fietszadel, of moet ik dat zo laten? En dan zit ik nog steeds te denken, wat moet ik nou doen? Wat een moeilijk vak heb ik toch. En toch ben je het al die jaren blijven doen. Ja. En ik heb les gegeven. Ik vond, de hele week schilderen is niet goed. Toen ben ik 1 dag les gaan geven. Ik denk dat is erg goed voor de studenten als je uit de praktijk bent. Dus principieel 1 dag op de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Dat heb ik 25 jaar gedaan. Dan kon ik ook mijn ei kwijt aan de studenten. En die begrepen dat. Dat je, ik had een burgermansfantsoen. Ze moesten om 9 uur van mij op school zijn. Ik was er ook, op 9 uur, dan ben je geconcentreerd en dan ga je schilderen en dan weet je wat je wil. Maar je mocht wel eerder weg, dat kon me niet schelen. Zo'n burgertrut was ik toen. Ben je dat in je eigen leven ook? Ja, dat doe ik ook. Ik ben toch debiel als de zon schijnt en ik ben aan het werk. En ik had vroeger een zeilbootje in de Rijn. Ik mocht niet naar dat zeilbootje. Ik mocht, had ik zelf gezegd, je mag pas na 4 mag je pas. Zo debiel was ik. Elke dag hier naar het atelier? Ja, en dat heb ik nog een klein beetje. En het mooie is ook aan de werken die we uiteindelijk hebben uitgekozen, Phil. Je ziet dat hij dat verplaatst heeft. En Klaas zegt dat ook heel bewust van, je moet altijd blijven zien als er iets veranderd is. Dus moffel dat niet weg, doe niet alsof het er nooit geweest is, maar ja, laat zien dat er iets verplaatst is. Kun je hier ook bij Jack Teagarden, dus dan weer een heel ander onderwerp toevallig. Maar je ziet ook, hier was eerst een andere lijn. Hier heeft hij weer wat verplaatst. En in plaats van dat echt helemaal weg te halen, want dit doek, ja, het is bijna ongegrond hoe je nog de structuur erin ziet. Dus dat, eigenlijk kun je dat er heel makkelijk afhalen, maar bewust doet hij dat juist niet. Ik was zo, denk ik, 18, 20, ik weet niet exact. En ik werkte bij Wally Edelbaans in Rotterdam. En we zijn aan het werk en er wordt op de deur geklopt. En die man zegt, ik ben Harry Hommelsman. Ik ben de vriend en verzamelaar van Piet Mondriaan. En u heeft een schilderij van Piet Mondriaan en daar geef ik 100.000 gulden voor. Dan wordt de hele baas weinig geld. Dus die dacht, nou, maar die zegt, ja, dat schilderij is van mijn vrouw. Dus komt u vanavond maar naar Katendrecht, daar woonde die en ik logeerde daar. Dus die man komt naar Katendrecht en die zegt tegen S. Elebaat, u heeft een Piet Mondriaan en daar geef ik 100.000 gulden voor. Nou, zegt S, dat kan ik niet maken, want ik heb dat schilderij gekregen van architect Oud. En omdat ik dat gekregen heb, kan ik dat niet verkopen. Dus dat was mijn kennismaking met Harry Hommelsman. Veel en veel later, was er een kunsthistoricus in Amsterdam. En die kende ik, die kwam ook vaak bij Galerie Espace. En die zei, ik ben naar New York geweest bij Harry Hommelsman. En die heeft 78 toerenplaten en ik heb met de microfoon van mijn cassette recorder heb ik de plaatjes opgenomen van de New Yorks periode van Piet Mondriaan. En fijn, weer jaren later kom ik in het Haagse Gemeentemuseum
En die hebben ook bandjes van Piet Nonne, die waren opgenomen weer. Toen is Harry Holzman naar Den Haag gekomen. En die heeft samen met Kees Broos, hebben die de 78 toerenplaten van Piet Nonne aan opgenomen. De andere zeven, ik denk van zijn Parijse periode. En ik had dus de New Yorkse periode. En toen heb ik samen die bandjes, heb ik een, met een kennis, heb ik een cd'tje van laten maken. En dat kon ik lekker draaien. En dat, ik vind zelfs dat geruis van die schelkplaten, vind ik zelfs heel mooi, die 78 toerenplaten. Dus, en ik hield van nature van Boogie Woogie. Even uitzetten hoor. Ja. Heb je eigenlijk niet veel te veel? Ja, we hebben dat grote werk natuurlijk, die neemt echt de hele achterwand. Oh ja, ja. Ja, en Jack Teagarden die tonen we boven. We hebben ook de studio nabouwen. Die wil ik persoonlijk graag erbij, Jack Teagarden. Ja, ja, ik denk die past echt geweldig. Jack Teagarden is een hele oude jazzmuzikus. En die draaide ik altijd op een 78 toerenplaatje. En ja, dat is het aardige. Omdat Piet Mondrian hield ook van oude jazz. You hear the rhythm rompin'. You see the drummer stompin'. Drum boogie, drum boogie. It really is a killer. Drum boogie, drum boogie. The drum. Boogie, boogie. You hear the rhythm rompin'. Ik weet nog de eerste keer dat ik bij Klaas kwam. Klaas, we hebben eigenlijk een gemeenschappelijke bekende. Dat is hoe ik bij Klaas in zijn atelier kwam. En hij had keihard, echt, we konden er bijna niet over praten. Had hij jazz aanstaan. En ja, was nog bijna niet binnen. En zei van, weet je wel, hoor je wel welke platen dat zijn? Nou, je hoort er heel veel ruis eigenlijk. Net dat stuk, bijna net zoveel als jazz. Maar dat waren dus platen van Mondrian. Ja, wat wel ook een opvallend ding is. Bij Mondrian, je hebt heel erg het beeld van de kunstenaar. Dat roept hij ook een beetje op zich af. Zoals hij ook dat strenge brilletje had. En de foto's die hij heel erg van zichzelf liet maken. Mondrian was zich al heel vroeg bewust hoe belangrijk imago en netwerk is voor kunst. Dat was natuurlijk op dat moment niet een nieuw gegeven in de kunst. Maar hij was daar heel goed mee bezig. En waar we juist het beeld hebben van de kunstenaar die ja, ook nooit getrouwd is, nooit niemand was, echt alleen maar met zijn kunst bezig, was dat eigenlijk compleet anders. Helemaal in Parijs. Het was juist, Mondrian was altijd op het feest. Was echt, Piet zie je me niet, want altijd was hij aanwezig. En nou ja, met dus de boogie boogie helemaal. Het is geen muziekstijl waarbij je lekker rustig gaat zitten in het café en dat ja, er rustig bij praat. Het is juist het dansen. En Mondrian hield ook enorm van dansen. Hij werd ook wel de dansende Madonna genoemd. Nou, dan was hij niet zo met de boogie boogie, echt de hele rock'n'roll stuff, van echt de benen in de lucht en dat soort dingen allemaal. Maar wat hij wel heel erg had, is dat hij heel bewust ook was met die pasjes. Eigenlijk een beetje net zoals dat hij zijn werken ook opstelt. Dat hij ook echt van tevoren al thuis eigenlijk zijn passen oefde. En ook dan echt letterlijk, we gaan twee stappen naar rechts, we gaan één naar voren. Als je dan dus ook in de weg stond op de dansvloer, dan was het ook hup aan de kant. Dit zijn 78 toerenplaten. Hier, heel bijzonder. Dit is de eerste
drumsolo opgenomen op een grammofoonplaat. Drum improvisation nummer 1. Baby Dots solo drums. Heel bijzonder. Wally Edelebaans had mij dat thema geleerd. En dat kon ik met één vinger spelen. En toen heb ik later, veel later, heb ik dit cd'tje gemaakt. En het leuke is, de grammofoon staat er ook nog op. Is het koffergrammofoon? Ja. Maar was het nou omdat het de muziek van Mondriaan was, of was het omdat je de muziek ook goed vond? Nee, ik hield ook dat het de 8-7 toerenplaten van Mondriaan was. Maar ik hield van oude jazz en ook van oude Franse muziek, dus dat kwam samen. En vooral, ik heb een tijdje Boogie Woogie verzameld, buiten Piet Mondriaan om, omdat ik Boogie Woogie zo mooi vond. Dat vind ik zulke mooie muziek. En vooral dat vijfde nummer, nummer 5. Ik kan nou niet namelijk hoe dat nummer heet. En dat vind ik prachtig. Dat is da 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 da. Er was een verjaardag in de boerderij in Sonsbeek van Scheldhei. En die had uitgenodigd de beroemdste Nederlandse boogie woogie pianist. En ik zit daar te spelen met één vinger, komt die knakbol ineens naast me zitten. Dus ik als de speer weg, maar hij zei hier. Dus ik moest naast hem zitten, ik moest dat spelen en hij alsmaar op improviseren. Dat is de boogie woogie. Toevallig heeft die Piet Mond daar een heel mooie schilderij over gemaakt. Ja, naast die andere heb ik hier in ieder geval 3. Zijn deze 3... Ga op de gang kijken. Ik denk op de ja, gang. Ja, staan die op de gang? Ja. Ik weet precies welke schilderijen ik in Winterswijk, dus in het Piet Mondriaan Museum, ga hangen. Dat weet ik. Ik wil dat de dingen komen hangen die bij hem passen. Gek genoeg, deze. Deze komt daar te hangen. Deze. Die wil ik te hangen. Dus die... Hoe moet je dat nou vertalen in woorden? En... deze. Oh, jammer, geen jaartal. Dus dat is... Wat stom. Kijk. Kijk. Ik weet van tevoren totaal niet wat ik ga doen. Maar ineens had ik intuïtie. En ik was die ketel aan het doen. En toen dacht ik, dat moeten twee horens worden. Had ik hier een tekening gemaakt. En die tekening van Picasso, en dat was niet goed. Dus ik was toch geïnspireerd door die tekening. Toen vond ik stom toevallig die krantenfoto van Picasso. En die heb ik erin geplakt. En er boven Picasso gezet. En ik ben zo consequent of van, kijk, dit is, zie je, dat is dat samen wat hij gemaakt heeft, vind ik zo prachtig, gewoon maar dat. Ik hou van kunstenaars die alles doen wat ze te binnen schiet. Daarom maak ik ook onzin, ik hou van onzin. Ik heb al 50 jaar heb ik een apparaatje, En nou pas heb ik het afgemaakt. Dit had ik. En heb ik die ketel erin gezet. Kijk. Dus ik kocht het toen al, wist ik. En nou is die pas klaar. Vroeger waren de mensen arm of scheermesjes waren duur. Dit is om scheermesjes te slepen. Dus dan draai je zo hard in de ronde. Als ik zeg, het is kunst, dan is het kunst. Dus... Dit stuk hout
heb je ooit zo'n mooi houtwerk gezien? Dit, en als ik het accepteer, dan dit gaat ook naar de eerstvolgende tentoonstelling. Hier, deze brief kreeg ik gisteren. Renesse, 7-12-20, beste Klaas, hierbij wat informatie over Mondriaan. Mijn oma was goed bevriend met Catharina Hannaert, die in Laren woonde. Zij op haar wijze was goed bevriend met Mondriaan. Hij woonde in het tuinhuisje in Laren. Hannaert kreeg nogal wat werk van Piet Mondriaan, maar kon het niet plaatsen en gaf een werk in 1904 cadeau aan mijn oma. Gezicht op Arnhem, vanaf de stenen tafel, schilderde hij toen hij op het Graaf Ottoplein woonde. De tijd dat zijn vader in het ziekenhuis lag. Paul. En dat sigarenkistje, dat heb ik. Dat heb ik. Kijk. En dit is het, wat ik net voor heb gelezen. Gezicht van de stenen tafel, Arnhem. Dit is Paul Bonger. Die maakt die foto met voorbedachte raden. Een tafel. Ik was vroeger een tafelschilder. Ik was bekend als de tafelschilder. En hier schilder ik een rode tafel. Hier sta ik. Hier staat Paul Bonger. Op de plek waar Piet Mondriaan heeft geschilderd. Hij is eigenlijk een conceptueel kunstenaar. Hij zegt, Klaas, ik wil dat jij op de plek waar Piet Mondriaan heeft gestaan, dat jij daar een schilderij gaat schilderen met een veldezel. Nou, dat heb ik gedaan. En dan maak ik de foto en dan zorg ik dat ik er ook op sta. Gezicht van de stenen tafel Arnhem, jammer genoeg. Oeh, de datum staat erbij. Paul Bonger, 76. 76. Yes. Ja, ik voel bij hem dat hij ook zo heeft zitten etteren en zo om een schilderij te maken. Ook zitten etteren. En je hebt wel eens een idee dat dat plotseling komt. Makkelijk, ja, dat weet ik niet, maar ja, intuïtief vind ik, wil ik die schilderijen die visseraar een sterk karakter hebben, is er geen ander woord, die streed zijn of die puur zijn, nee, die eigenlijk al in het begin weet dat ze goed zijn. Dat je in het begin al weet, dat is wat. Ik heb ook de afwijking om altijd mijn beste schilderijen achter te houden. En daar ben ik heel inconsequent in, want Edie de Wilde kwam op mijn atelier en dan liet ik mijn allerbeste schilderijen niet zien. Wim Beren hetzelfde. En ze vroegen wel, Klaas, sta je erachter? Ja, ik sta er wel achter. En dat vind ik een hele domme afwijking die ik heb. Want toen ik les gaf, zei ik tegen de student, denk erom, je moet altijd je allerbeste werk naar buiten brengen. En dat deed ik niet. Dat wilde ik zelf houden. Dus dat is iets zeer primitiefs wat niet klopt. Nee, dan vind ik het zo puur en zo goed, dat mag ik niet verkopen. En ik vind, ik moet een stap maken dat ik nu mijn beste werk moet verkopen. Ja, het is dom. Je moet uiten, je moet blij zijn als een keer wat lukt. Als een keer wat lukt.